De talentstromen zijn bij ons lessen die alle leerlingen in klas 1 tot en met 3 aangeboden krijgen. Waarin het niet om de les zelf gaat, dus stof, niet om kennis. Maar het onderwijs richt zich puur op vaardigheden. En de 21e-eeuwse vaardigheden staan daar voor ons in centraal. We zijn echt bij de basis begonnen. Hele gepassioneerde docenten die zagen dat hier iets mee moest gebeuren. En ook de roep om vaardigheden, dat die een plek kregen in het onderwijs. En vanuit daar zijn eigenlijk puur vanuit de docenten, zijn zij gestart om te kijken rondom welke vaardigheden kunnen wij onderwijs gaan bouwen. De eerste stap die we hebben gezet om te komen tot vaardigheden onderwijs was de constatering dat we met elkaar van mening waren dat de leerlingen behoefte hadden aan het echt een platform om te oefenen, bijvoorbeeld in het presenteren, bijvoorbeeld in het samenwerken, bijvoorbeeld in digitale vaardigheden. Dat ging niet heel makkelijk. Er zijn ook collega's die denken van je kan het ook in een vak, kan je die vaardigheden aanleren. Er is nadrukkelijk voor gekozen om een platform te creëren waar de vaardigheden worden aangeleerd. Nu merk je dat leerlingen met die vaardigheden weer teruggaan naar de onafhankelijke secties om die vaardigheden te oefenen. Digitale geletterdheid is eigenlijk heel belangrijk. Dat loopt als een rode draad door heel veel opdrachten heen. En aan de hand van het uitvoeren van opdrachten oefenen de leerlingen die vaardigheden. In de tweede periode gaan ze een website maken en de opdracht is heel sumier. En maak een website, nou ja, dat vergt een aantal digitale vaardigheden en een stukje probleemoplossend vermogen. Maar de creativiteit die sommige leerlingen daarin kwijt kunnen en hoe mooi ze dat maken, dat is echt heel erg mooi om te zien, hoe ze zich helemaal verliezen in zo'n opdracht. Nou, ik vind het heel erg leuk, omdat je altijd wat anders doet. Want in periode 2 dan zijn we bezig geweest met de site. Maar in periode 1 zijn we bezig geweest met een vallend ei. En als je daarmee klaar bent, dan komt er weer iets heel anders en iets heel nieuws. Dus het is altijd verrassend wat je gaat doen. Programmeren is een onderdeel van de talentstroom. We hebben de talentstroom opgedeeld in perioden. En ieder leerjaar heeft een apart element van het programmeren. En wat we daar proberen aan te leren is de leerlingen niet alleen maar het programmeren van hoe moet je een stukje code schrijven, maar het proces erachter. Hoe ga je stapsgewijs een probleem oppakken? Leren programmeren bij ons staat niet op zichzelf. Het leren programmeren maakt onderdeel uit van de digitale vaardigheden. De digitale vaardigheden maken onderdeel uit van de 21st century skills. Het aanleren van de skills maakt onderdeel uit van de talentstromen. En de talentstromen maken onderdeel van het curriculum van de hele onderbouw. Dat is hoe ze zijn ingebed. De talentstromen zijn nu uitgerold in klas 1, 2 en 3. En docenten zijn enthousiast, leerlingen zijn enthousiast. Maar heel graag willen wij ook meten wat we precies doen. Leren onze leerlingen nou beter kritisch denken? En wat is het verschil in klas 1 en klas 3? We meten door het middel van het maken van rubrics, een formatieve wijze waarin we de voortgang van de leerling beschrijven. Daar valt nog heel veel in te ontwikkelen en nog heel veel aan te doen. Uiteindelijk telt talentstromen mee als vak op het rapport. Het is heel moeilijk om de voortgang van een leerling in een cijfer uit te drukken in de ontwikkeling van bijvoorbeeld creativiteit of probleemoplossend vermogen. Wat er is veranderd in de school sinds er talentstromen zijn, dat is heel veel dynamiek. Omdat er heel veel opdrachten en projecten worden gedaan waarin groepsdoorbrekend wordt gewerkt. We hebben bewust de keuze gemaakt om ook digitale geletterdheid echt terug te laten komen in het vaardigheidsonderwijs. Omdat we vinden dat het niet iets losstaands is. En bovendien, ja, digitale geletterdheid, we kunnen niet meer zonder uiteraard. Hè. Die moet daar een plek in krijgen. Maar met name om hem een plek te geven vast in het curriculum ook. Even Science echt super leuk. Oké, wat is er zo leuk aan? Ja, ik kan ik kan gewoon een heleboel dingen doen. Je kan alle kanten op gaan. Je kan dus dit gaan doen met Fischer-techniek. Maar je kan ook lekker gaan knutselen. Je kan ook presentaties houden. En je kan alle kanten op eigenlijk. Met één website, weet ik uit eigen ervaring, kan je zomaar van alles gaan verkopen over de hele wereld. We proberen leerlingen dat ook mee te geven. Als je digitaal vaardig bent, dan kan je je heel makkelijk presenteren aan een heel groot publiek.